Oké, dan gaan we nu verder met het tweede presentatie van deze voormiddag, ons gebracht door Jan Brees van de Bodemkundige Dienst. Hij gaat het voornamelijk hebben over de bemesting bij aardappelen, wat toch wel een deel is, toch heel wat mogelijkheden of wel vragen wel bij zijn. Onder andere het gebruik van die bladmeststoffen, die we toch wel veelvuldig zien, vooral bij het deelt van aardappelen. Ook daar zal Jan Brees het over hebben, over de basisbemesting en de toediening van die bladmeststoffen. Jan, aan u het woord. Goedemorgen allemaal. De bedoeling is dat we vanuit Bodemkundige Dienst even stilstaan bij de bemesting in aardappelen. En eerst en vooral, voor ik aan de proefveldresultaten kom, is een beetje focussen op eigenlijk de diverse factoren waar dat moet mee rekening gehouden worden bij de keuze van de hoeveelheid bemesting, de soort bemesting en dergelijke. Nu, bemesting in aardappelen, het is meer als stikstof alleen, maar ik ga toch vooral focussen op de stikstofbemesting. En kort gezegd kun je eigenlijk zeggen, je kunt gaan kijken, nitraatvoorraad waar je in het voorjaar mee begint, plus hetgeen dat je allemaal aanvoert, min hetgeen dat je van je veld afhaalt, is eigenlijk theoretisch ongeveer het nitraatresidu dat je kunt verwachten. En we zijn allemaal natuurlijk heel hard geïnteresseerd in de productie die we kunnen halen, nu dat we die kunnen vermarkten, maar ook dat nitraatresidu gebeuren speelt meer en meer een belangrijke factor, omdat je kunt daar in het kader van het mestdecreet toch wel wat problemen mee hebben naar gevolgen toe. Dus in die context zou ik vandaag dus een aantal punten willen vertellen. Dus eerst en vooral gaan we straks stilstaan bij wat brengen we aan via organische bemesting minerale meststof, dus soort meststof, maar ook de dosis. En dan vervolgens gaan we kijken van wat halen we eigenlijk van ons veld af. Maar dan spelen er nog heel wat andere factoren. Dus welke reserven hebben we op dit moment? Hoe is het gesteld of wat kunnen we verwachten aan mineralisatie? Gebruiken we de juiste techniek om niet te veel verliezen te hebben op vlak van vervluchting en denitrificatie? Dus dat spelen eigenlijk nogal wat aspecten. Wat die nitraatresidu's betreft, ik ga geen statistieken tonen van hetgeen dat we de afgelopen jaar gemeten hebben. Maar kort samengevat, we hebben merkelijk betere resultaten gemeten in het najaar 23 dan in 22. En gemiddeld zat het residu van alle percelen in opdracht van de landbouwer op 55 kilogram nitraatresidu, terwijl dat het jaar voordien gemiddeld 70 was. Van alle percelen focussen we alleen op de aardappelen. Dan zaten we het afgelopen jaar gemiddeld op 92, dus nog juist ietsjes boven de drempel. Maar het jaar voordien zat dat gemiddeld nog op 115. Dus toch een merkelijke verbetering. Op de tarwepercelen was dat verschil veel kleiner. Dat was eigenlijk in de twee jaren goed, omdat daar natuurlijk de groenbemester een heel belangrijke rol speelt. Nu, wat dat die nitraatresidu betreft, was ik toen ik die voordracht aan het voorbereiden was, wat ik eigenlijk aan het denken, zou daar eigenlijk ook het 80-20 principe spelen. Dus iedereen heeft wellicht al ooit eens gehoord van de wet van Pareto. Je eigenlijk, die Italiaan, als je rondkeek in zijn maatschappij in een tijd, dan kwam je tot de conclusie dat 80% van de resultaten eigenlijk bepaald worden door 20% van de oorzaken. En je kunt dat op verschillende manieren eigenlijk bekijken. Eerst en vooral bijvoorbeeld, zegt men 20% van jouw acties, van wat dat jij onderneemt, van de beslissingen die jij neemt, die resulteren in 80% van de resultaten. Op de werkvloer is dat soms van 20% van de collega's die moeten 80% van het werk verzetten. En als je kijkt in de richting van de belastingen, dan is het zo dat 20% van de burgers verantwoordelijk zijn voor 80% van de belastingfraude. Als we dan nu naar nitraatresidu bekijken, dan kunnen we eigenlijk ons gaan afvragen, die 20% van die bemesting bepaalt die nu 80% van het nitraatresidu. En ik denk dat voor een stuk het geval is. Dus eigenlijk die 20%, de laatste 20% input, hangt er nog af van welke dosis of van welke soort dat die komt, gaan we een heel belangrijk effect kunnen hebben op dat nitraatresidu. En als ik dan even terug verwijs naar de figuur die ik hier ooit al eens een keer getoond heb, dus dan hebben we eigenlijk in proefvelden gaan we kijken wat is het financiële resultaat van onze teelt in functie van de bemestingsdosis. Dan kunnen we daar in alle proefvelden daar ergens een opbrengstcurve of een responscurve gaan doorfitten, waar we eigenlijk een optimum gaan zoeken. En bij sommige teelten ligt dat wat platter, bij andere teelten gaat dat sterk naar omlaag. Als we dan eigenlijk daar zelf de figuur onder zetten op vlak van nitraatresidu, dan zien we heel wat proefvelden. Nitraatresidu in functie van de bemesting, in het begin weinig bemesten of iets meer,
heeft weinig effect op uw nitraatresidu, maar vanaf een gegeven moment krijgt dat gewas dat allemaal niet meer verwerkt en blijft eigenlijk een overschot in het profiel achter. En ik heb hier nu mijn opzet, die figuur, want normaal moet je die schoon onder elkaar zetten. Bij aardappelen heb ik die wat opgeschoven naar links, omdat we eigenlijk in de proefvelden bij aardappelen eigenlijk zien dat die knik in die curve eigenlijk al wat in de geburen van dat financieel optimum zit. Bij aardappelen, die sortering is daar heel belangrijk in, dus we moeten daar eigenlijk naar grovere sortering gaan. En dan zien we eigenlijk dat we dus eigenlijk daar al sneller aan die knik zitten. Bij suikerbieten bijvoorbeeld, dan gaat je knik, zit je een heel stuk lager. Dus zeer specifiek naar aardappelen toe is het heel belangrijk om eigenlijk gaan te beslissen, hebben we dat laatste stukje stikstofbemesting nog nodig? Je kunt zeggen, ja, als we nu juist er voorbij zitten of juist hier, we halen ongeveer hetzelfde resultaat, maar op vlak van nitraatresidu is dat een duidelijk verschil. Dus daarom dat ik even die vergelijking mik naar die wet van Pareto toe. Goed, dus dat is wat nitraatresidu betreft. Gaan we dan eens even kijken naar de opname door het aardappelgewas. Want daar circuleren heel wat gegevens van wat halen we nu eigenlijk van een perceel af. Hier gewoon als voorbeeldje twee percelen die we in detail opgevolgd hebben een paar jaar geleden. Waar we hier respectievelijk 190 kilogram stikstof van het veld hebben afgehaald met de aardappelen. En hier 216. En dus... met goede opbrengsten haalt je ook heel wat stikstof van het veld af, maar wetende dat doorheen het seizoen nog merkelijk meer stikstof in het gewas zit, hè. Dus op het moment dat je in volle loofontwikkeling zit, bij het afsterven van dat loof gaat er natuurlijk wel wat stikstof terug verloren. Dus naar totale behoefte moeten we ons natuurlijk spiegelen op hetgeen dat er maximaal in het gewas aanwezig is. Dus eigenlijk in ons stikstofadviessysteem. Natuurlijk, die opname, je kunt er allemaal mee rekenen, maar die weersomstandigheden doorheen het jaar gaan dat sterk mee beïnvloeden. Dus daarom ook, daar komen we daar straks ook op terug, als je je beslissing van je laatste stukje van je bemesting wat kunt uitstellen, ja, dan kun je ook meer inspelen eigenlijk op de actuele weersomstandigheden. Anderzijds mocht je het ook niet te lang uitstellen, want we zien duidelijk in de proeven dat eigenlijk de maximale opname, dat eigenlijk... vrij snel gerealiseerd is. Dus eigenlijk, vooral die maand juni is daar heel cruciaal in, een stuk van die maand juli, maar zeker niet nog later in het seizoen. Want soms wordt er met badvoeding en dergelijke heel laat in het seizoen doorgegaan, waar dat je dan eigenlijk geen netto stikstofopname meer realiseert. En het gevolg is dat gaat leiden tot hogere nitraatresidu's. Goed, wat is dan eigenlijk een beetje de boodschap? Dus bij de stikstofindexadviezen die wij geven, daar stellen wij nu al een fractioneringsschema voor bij hogere adviezen, waar we zeggen een 140, 160 hangt van de dosis, totale dosis, van die te geven bij het planten en de rest bij de knolaanleg gaan bij te geven. Maar dat je dan eigenlijk het punt van het al of niet bijgeven bij de knolzetting, dat je dan op dat moment gaat kijken, zijn de omstandigheden goed om eigenlijk een goede opname verder te realiseren of zijn er redenen waarom dat we toch ietsjes minder zouden gaan geven. Gaat jij werken met dierlijke mest in het voorjaar en dan kun je dan eigenlijk je staalname wat gaan uitstellen en die nadien gaan nemen en kun je op basis daarvan eigenlijk gaan beslissen of er al of niet moet bijbemest worden. In dat opzicht loopt er ook een demo-project, waar we een aantal, bodemkundige diensten ook PCA, dus waar we een aantal proeven opvolgen, waar we eigenlijk op verschillende manieren gaan kijken hoe dat eigenlijk de beste bijbemestingsstrategie of bijwerkwijze eigenlijk is. Komt er eigenlijk op neer, heel specifiek gaan te kijken, kijk dat is de periode, bij een normale plantdata natuurlijk, de periode met de maximale opname van stikstof door het gewas. Dus op dat moment kan er, zeker hier in het begin, kan er nog gemakkelijk bijbemest worden. Hoe verzamelt je dan uw informatie? Bijvoorbeeld door het nemen van uw bodemstaal, stikstofindex, 030-60, vanaf 4 weken na uw laatste bemesting. En dat is wel heel belangrijk dat je die 4 weken respecteert. Is dat drijfmest of is dat gewoon een kunstmest? Maar dan geeft je die stikstof eigenlijk de kans om dat ammonium om te zetten naar nitraat. Dan is er ondertussen ook al wat werking geweest van het bodemvocht en zit je stikstof wat homogener verdeeld in het profiel.
gaat jij staal nemen, een week na een bemesting bijvoorbeeld, als er dan een korreltje extra in je bodemstaal zit, ja, dan kun je daar een heel afwijkend resultaat krijgen. En kijk, ja, de maximale opname eind juli, dan zit normaal alle stikstof in het gewas. Goed, dus zoals wat die opname betreft en dan dus die bemestingsstrategie, nog even bij de mineralisatie stilstaan. Ja, dus we weten allemaal dat we extra stikstoflevering vanuit organisch materiaal in de bodem kunnen verwachten, op een gescheurde weide bijvoorbeeld. Maar ook tussen uw gewoon akkerbouwpercelen kan er een vrij grote variatie in zitten. Dus daarom moeten we denk ik meer en meer trachten, perceelspecifiek gaan te werken, en dat we nu vandaag de dag misschien nog iets te veel meerdere percelen op dezelfde manier behandelen. Meer gewasresten betekent meer stikstoflevering. Een hele goede groenbedekker ten opzichte van een die het heel slecht gedaan heeft, dat betekent ook 20 kilo extra stikstoflevering. Nawerking van stalmest, moet daar durven op betrouwen, dat stalmest ook het tweede jaar na toediening nog wat extra stikstof geeft. Dus bij onze berekening in de stikstofindex trachten wij dat zo goed mogelijk in rekening te brengen, op voorwaarde dat natuurlijk al die informatie wordt meegedeeld bij de staalnamer. Heel cruciaal daarin is natuurlijk wel, voor een goede mineralisatie heb je voldoende temperatuur en vocht nodig. Dus als je een bodem op een gegeven moment te droog valt, je bouwlaag, ja, dan valt dat mineralisatieproces valt dat natuurlijk ook droog. Doorgaan te fractioneren kunnen we daar eigenlijk voor een stuk gaan eigenlijk op inspelen op eigenlijk dat mineralisatiepatroon. Misschien nog eens even twee voorbeeldjes geven van hoeveel betekent dat nu eigenlijk, die stikstofvrijstelling. En dat waren die twee jaren in Lennik en in Poperingen. Mineralisatie berekend op basis van hetgeen dat in de bodem zit en hetgeen dat opgenomen wordt op een perceel dat niet bemest wordt. En dan zie je, dan gaat dat hier van 0 tot 125 kilogram op dat perceel in Lennik met een koolstofgehalte van 1,2. En in Poperingen tot einde juli was dat 136. Dus dat is eigenlijk de nuttige mineralisatie dat u perceel gaat geven. Dat is niet stikstof die je krijgt vanuit de hemel. Ja, dat is stikstof die eigenlijk vrijkomt omdat er vroeger organisch materiaal, groenbemesters en dergelijke, ondergebracht is. Of nawerking van stalmest. Goed, om een voorbeeldje te geven hoe dat je daar kunt mee omgaan. Dat heb ik hier uit onze staalnemersvergadering van vorig jaar gebruikt. Landbouwer staal laten nemen 15 maart. 20 kilogram in de bovenste laag, 18 in de tweede laag. Stikstofindex 140, laag. Bemestingsadvies voor de fontanes van 210 eenheden stikstof. Ook die natte periode opgekomen, had 130 eenheden stikstof bemest bij het planten. En zegt, ja, ik wil toch wel eens kijken of het goed is. Landbouwer werd teruggevraagd van 22 juni een bodemstaal terug te komen nemen. Dan zie je duidelijk het effect van die bemesting. Die 20 wordt 93, die 18 wordt 75. Die stikstofindex is dus een heel stukje hoger, omdat die bemesting daarbij zit. En op dat moment, dus rekening houdend ook al dat uw seizoen al iets verder is, zeggen wij, kijk, zo'n stuk mineralisatie al gerealiseerd, gaan we hier 42 eenheden stikstof bij bemesten. Dus in totaal heeft je landbouw dus ietsjes minder moeten gaan bemesten dan eerder gezegd. Dus eigenlijk met alleen die staalname had dat eigenlijk bij manier van spreken ook kunnen. Een ander voorbeeldje, van hier uit de regio. Tarwe mosterd gestaan, in het voorjaar in april 30 ton runderdrijfmest gereden. Aan de gemiddelde bemestingswaarde betekent dat 66 eenheden stikstof. Ik weet niet of die landbouw dat specifiek laten ontleden had. Had voor het planten begin mei 93 kilogram stikstof gezet. En vraagt ons dan, 4 weken nadien, 10 juni, bodemstaal nemen om te kijken wat is de toestand. En dan zie je dat je daar op de lichte leemgrond 135 kilogram in de bouwlaag, 34 in de tweede. Dus eigenlijk een goede stikstofindex, dus dat gewas kan heel vlot beginnen te groeien. Maar toch geven we aan voor fontanes, toch vrij stikstofbehoeftige variëteit, om daar nog dus een kleine bijbemesting bij te geven. Hij had die drijfmest wat rijker geweest, dan had misschien dat bijbestadvies op nul gestaan. Dus op die manier kun je daar eigenlijk mee werken.
Nog een klein aandachtspuntje, organische bemesting. We hebben dat hier in vroegere voordrachten ook al gezegd. Tracht u zo goed mogelijk te informeren van wat is de samenstelling van de mest die je op uw percelen gebruikt. Waar ik specifiek de aandacht zou willen opgeven is, wij zien meer en meer gebruik van heel diverse soorten digestaten. Ja, daar vind ik het ook heel cruciaal dat je weet van wat komt er op mijn perceel. He, dus al die vergisters, die mensen hebben allemaal informatie, die hebben analyses. Maar zorg dat je ook geïnformeerd bent van het product dat specifiek naar u komt. Want die samenstelling die kan al wat variëren in functie van wat er op dat moment eigenlijk vergist wordt. Ik geef hier gewoon twee voorbeeldjes. Dat was een digestaat vorig jaar in het voorjaar geanalyseerd. 16% droge stof, dus 160 kilo per ton. Ja, dan zit je daar al aan 7,2 kilogram totale stikstof. Tegelijkertijd is hier ook gemeten wat er aan kalium, magnesium en fosfor wordt aangebracht. Dat is op zich denk ik ook altijd heel interessant om te weten welk stuk van de kaliumbemesting komt er door. Gaan we naar vergisting van rundveemest. Ja, dan heb ik hier een voorbeeldje waar we dan spreken van 4,8 kilogram stikstof per ton. Dus ja, dat is toch al een duidelijk verschil. Bij meer en meer vergisters wordt er ook een scheiding gemaakt, dunne fractie, dikke fractie. Ja, zie dat je dat tenminste heel goed van op de hoogte bent als je dunne fractie digestaat krijgt. Want daar is bijvoorbeeld hier in dit geval 3,7. Ja, dan spreek je over de helft van de stikstof die je aangebracht krijgt. Hè. Over het algemeen zijn dat heel schoon homogene producten. Hè, want in die vergisters wordt dat schoon door elkaar gezet. Het is gewoon een kwestie dat je goed weet met welk cijfer dat je moet rekenen. Wat de stikstoflevering uit dat digestaat betreft. Een groot deel van die stikstof zit in minerale vorm. Hè, want die bacteriën hebben organisch materiaal afgebroken. Dat betekent ook dus dat je eigenlijk een vrij snel werkend product op je percelen aan het brengen bent. Nu specifiek voor de landbouwers vanuit de provincie Vlaams-Brabant, dus via de provinciale landbouwkamer, worden die analyses van dierlijke mest, de volledige analyses en ook de stikstofindexonderzoeken, nog wat ondersteund. Het budget dat men heeft, kunnen we eigenlijk besteden, maar het gevolg is dat we door de toenemende vraag van aantal ontledingen, dat het op dit moment dus eigenlijk 10 euro per analyse is, die rechtstreeks van de factuur in mindering wordt gebracht. Dus zowel bij het stikstofonderzoek als bij de mestanalyses. Goed, dan komen we bij het punt minerale bemesting. Dat was eigenlijk dus die lange aanloop naar die proeven die we het afgelopen jaar hebben gevolgd. Er zijn een heel gamma meststoffen op de markt. Dus bladmeststof, vloeibaar, korrel, micro-elementen bij toegevoegd, gekoot of niet, al of niet zwavelhoudend. Dus daar moeten jullie al een keuze kunnen uitmaken. En dan heb je nog het grote bos van de biostimulanten, waar het dikwijls nog moeilijker is om daar eigenlijk te weten van, is dat nu een product dat voor mij of voor mijn percelen een meerwaarde gaat geven of niet. En in die context hebben we het afgelopen jaar proeven aangelegen in het kader dus van het Landbouwcentrum Aardappelen. We hebben daar gewerkt dus met BlueN en ook Agrocoat, naast dan eigenlijk de klassieke ammoniumnitraat. BlueN, ondertussen hebben jullie daar allemaal al van gehoord, dus het product dat je moet gaan spuiten op het gewas, hè, dus dat je op die manier dus eigenlijk bacteriën aanbrengt die stikstof gaan fixeren en waar dat we dan verwachten of wat de doelstelling is van daar eigenlijk op die manier een 30 eenheden stikstof op te nemen dus eigenlijk vanuit de lucht. Agrocoat, daar is eigenlijk de doelstelling meststof volledig op basis van urine, die dan eigenlijk vertraagd gaat omzetten, om op die manier dus eigenlijk een gecontroleerde vrijstelling te krijgen, dus als dat omhulsel begint af te breken, zodanig dat je eigenlijk kunt inspelen op dat stikstofopnamepatroon van die aardappelen. Die meststof doet dat. De vraag is gewoon, wat is de meerwaarde binnen de teelt van aardappelen in onze omstandigheden? Ik ga er ietsje sneller overheen, om niet te veel tijd te gebruiken van de volgende sprekers. Hoe testen we dat uit? Advies volledig geven, advies aan 70% en dan al of niet dus die BlueN gaan bijgeven of nog extra verminderen, plus al of niet BlueN en een agrocoat, dus aan een verlaagde dosis, dus met de bedoeling van, kunnen we hier een meerwaarde halen, als we dat vergelijken ten opzichte van het volledig advies onder de vorm van kas. Op het perceel in Lennik vertrokken we bij een vrij lage stikstofreserve, dus een maximaal bemestingsadvies op de variëteit Challenger.
Dus 210, 147, dus dat waren dan eigenlijk de dosissen. Wij hadden die meststoffen toegediend de 7 april, met de bedoeling de week nadien gaan te planten. Maar dan is dat broccolion weer er gekomen en uiteindelijk is er maar de 20ste mei geplant geweest. En dan de 14e juli de AdBlue. Blue toegespoten. We kunnen zeggen, ja, potverdikken op die 6 weken, wat is er met die meststoffen gebeurd? We hebben dan, hè, want toch een nat najaar, een nat voorjaar gehad, waar jullie allemaal toen op dat moment eigenlijk, toch volgens mij denk ik, aan het wachten waren om de werkzaamheden te doen. We hebben dan voor alle zekerheid 22 mei, dat is op het moment van planten, terug bodemstalen genomen om te zien, zat die stikstof daar nog? En dan zie je wel dat je eigenlijk als je op een leemgrond zit, dat je daar niet direct die uitspoeling hebt. Hè. Die 6 weken, daar is altijd regelmatig water gevallen, maar het is niet dat op dat moment er echt nog een flux van water doorheen het profiel gegaan is. Hè. Het was gewoon te nat om hun werkzaamheden te doen, maar het is niet dat dat toch geresulteerd heeft in uitspoeling. Het weer dat we de afgelopen weken gehad hebben, dat is natuurlijk iets anders, hè, naar uitspoeling toe. Dus in dit, gezaagd, die 200 eenheden gegeven, dus het effect van die meststoffen, je vindt dat dus eigenlijk nog heel sterk terug. Gaan we naar de resultaten kijken. Advies volledig gegeven, een zeer mooi resultaat, 61,8 ton. En dan kun je de andere objecten aflezen, maar dan zie je dat eigenlijk de verminderde opbrengst, die verlaagde bemesting, dat die dus eigenlijk relatief beperkt is geweest dit jaar. Want gewoonlijk is dat meer uitgesproken. De agrocoat, ja, die haalt het je eigenlijk hier niet ten opzichte van de kas aan dezelfde dosis. De blue en extra geven, buiten die 147 eenheden, dat is een zeer, zeer klein verschil. Bij de lage, nog sterk verlaagde dosis, daar zit er wel een ietsje, dus ziet je wel dat we daar een extra tendens hebben. En dan een iets opbrengstverhoging. Sortering zat overal op een goed niveau, maar ook die agrocoat hier bleef daar ook weer ietsjes achter met een iets kleinere sortering. Gaan we dan kijken naar het stikstofgehalte in de knollen. Dat meten we om de stikstofexport te kunnen berekenen. Dan zie je ook hier, dat zijn allemaal aanwijzingen dat die agrocoat toch trager stikstof heeft afgegeven of het niet efficiënt benut geweest is door de aardappelen. Ook die Blue N, dus die geeft geen extra stikstofgehalte in de knollen. Dus kunnen wij niet zo heel goed aantonen of dat daar een extra opname... want hier, omgerekend naar kilo stikstof per hectare, zie je ook dat je daar geen extra opname hebt gehad. Hè? Dat is eigenlijk op hetzelfde niveau. Bij de volledige adviesgift zitten we met de hoogste opname, dat is ook logisch. Maar wat moeten we ook vaststellen, dat we daar eigenlijk ietsjes... te hoog zitten op vlak van nitraatresidu. We kunnen eigenlijk onder die 80 proberen te blijven en we zitten hier op 97. En gezien het relatief kleine verschil in opbrengstdaling door wat te zakken in de bemesting, hadden we hier misschien eigenlijk ook beter, de proefopzet lag op voorhand vast, maar eigenlijk gefractioneerd gaan werken en dan die tweede dosis misschien iets naar omlaag kunnen bijstellen. Voor de andere objecten lagen die residu's ongeveer op eenzelfde niveau. Maar dus kortom, geen uitgesproken effect van die Blue N en ook geen minder positief effect van die agrocoat. Goed, dus even in woorden weergegeven. De tweede proef die we opgevolgd hebben was in Huldenberg. Met een normaal profiel eigenlijk in het voorjaar, 16-24 kilogram index laag, omdat het humusgehalte van de grond ook op een relatief laag niveau zit. De chips aardappelen, 210 kilogram was het bemestingsadvies, waar we adviseren 160 en bij bemesting 50. Maar we hebben, omdat de proefopzet was dus vergelijken met de agrocoat, hebben die volledig advies in één keer gegeven. Komen we aan, dus dezelfde proefopzet eigenlijk als de proef die ik daarnet besproken heb. Hier hadden we ook de 12 april al de meststoffen gegeven, maar is ook omwille van de omstandigheden, dus die plantdatum van die aardappelen serieus verlaat. Met de toediening van de Blue en halfweg juli. Gaan we naar de opbrengsten kijken. In chipsvariëteit, dat is een heel ander gewas, hè, dus dichter planten, veel meer knollen, gewoon ronde knolletjes. Haalden we daar een opbrengst van 55,6 ton. En hier die sortering, dus je ziet dat daar... Ja, dat is niet die grove sortering als van de frietaardappelen.
Naar meststoffen toe zien we ook weer al dat je in agroquote ook ietsjes achterblijft. Ondanks dus eigenlijk het jaar dat we gehad hebben met een voldoende vochtvoorziening. En want in het jaar voordien, in 2022, hadden we dat ook vastgesteld. Maar toen dachten we het is omwille van de droogte. Maar toch moeten we hier eigenlijk een tweede keer concluderen dat we eigenlijk geen meerwaarde hebben kunnen realiseren. De Blue-N spuiten heeft ook in dit gewas, zowel bij de laagste als bij de tussenliggende stikstoftrap, dus eigenlijk geen meerwaarde kunnen aantonen. Stikstofgehaltes, ook weer al bij, waar het advies gegeven is, de hoogste gehaltes, omdat we natuurlijk het hoogste aanbod gegeven hebben. Hier zou je wel zeggen dat die in Blue-N resulteert in ietsjes hoger, maar zeker statistisch niks aantoonbaar. Stikstofgehalte, nitraatresidu's lagen op dat proefveld wel overal op een zeer goed niveau. Gemeten 17 oktober, toen is het wel terug beginnen te regenen, maar toen was er zeker ook nog geen sprake van uitspoelingen. Als we naar die nitraatresidu's van het afgelopen jaar kritisch kijken, ja, dan moeten we wel zeggen, hetgeen dat we daar bemonsterd hebben rond 10, 15 november, specifiek op de zandgronden in de Kempen, die grove zandgronden, ja, die hadden toen eigenlijk al een beetje voordeel, omdat daar al op dat moment al wat verlies opgetreden was. Goed, kortom, geen significante verschillen met die aangelegde behandelingen. Vergelijken we dat dan over de twee jaar, 2022, 2023, ja, dan hebben we eigenlijk nog niet kunnen aantonen wat dat de grote meerwaarde van die in Blue-N is. En ook de agrocoat, dus zowel in een droger als in een lager jaar, hebben in aardappelen eigenlijk niet direct een meerwaarde kunnen aantonen. En want aan de andere kant, het blijft de uitdaging om die nitraatresidu's onder controle te houden. Dus in dat opzicht bekijken we de mogelijkheden, watgene het allemaal aangeboden wordt. Maar het is allemaal niet zo, niet allemaal direct een grote meerwaarde. Nog even stilstaan, want wat gaat het jaar dit jaar brengen? Als we hier gewoon de neerslaghoeveelheden van het afgelopen jaar, die zwarte lijn, dus de normaalwaarde wat je elke maand verwacht, en dan die oranje, geel, wat is dat? Ja, ergens tussenin zeker. Effectief wat er in 23 gemeten is, wel in het centrum van het land. Maar dan zie je, we hebben daar hier periodes gehad, juli, augustus, merkelijk meer neerslag dan normaal. En dan, oktober is dat begonnen, november, december, dus we zien met een duidelijk grotere hoeveelheid neerslag. Ja, dat heeft natuurlijk zijn gevolgen naar migratie van nitraat doorheen het bodemprofiel. De eerste, vanuit het noorden van Frankrijk, samen met Agroconseil, hebben we al heel wat stikstofstalen binnengekregen van de granen. Daar zien we over het algemeen dus eigenlijk vrij lage nitraatreserves. Stalen die komen van voorbij Parijs, dus daar hebben zij ook een deel. Klanten die stikstofstalen laten nemen, daar zien we wel hogere reserves, maar daar is ook duidelijk minder neerslag gevallen. In die regio's, en daar hebben we over het algemeen gezaaid geweest, verder dat we naar hier komen, ja, zijn er ook meer en meer percelen waar men nog aan het zoeken is, omdat die tarwe niet kunnen gezaaid, dat men niet heeft kunnen zaaien omwille van de omstandigheden. Dus ik verwacht sowieso lagere stikstofreserves. Ik krijg ook al de vraag, ja, maar wat is er met de kali dan aan de hand? Want hier en daar is er ook al kali gegooid geweest. Nu, in ons adviesprogramma bij de standaard grondontledingen, daar zit een kali-uitspoelingsmodule in. Dus als jij staal neemt in augustus, dan weten we dat dat een ander cijfer gaat zijn in het voorjaar. Maar dat effect is heel beperkt op leem en hetgeen dat was 35 keuren, dus eigenlijk de leemgronden, daar is die uitspoeling heel beperkt, omdat daar natuurlijk die kali zich heel sterk kan binden aan het klei-humuscomplex. Gaan we naar de lichtere gronden, 20 lemig zand, lichte zand, of grof zand, ja, daar hebben we natuurlijk wel heel wat kali-uitspoelingsverliezen. Als je daar een cijfer zou gemeten hebben in september van rond de 30, ja, dan gaan wij met een duidelijk lager cijfer gaan rekenen om dan eigenlijk het bemestingsadvies voor die volgende deel gaan te formuleren. Goed, ik zou het daarbij willen laten en dank jullie voor jullie aandacht. Ik ga kort, of het komende half uur, samen met jullie stilstaan bij het feit dat we ten eerste laat geplant hebben,
dat we doorheen het seizoen toch ook wel te maken gehad hebben met de problematiek van aardappelziekte. Ik kom uiteraard nog even terug op de late oogst en de uitdagende bewaring die daarop volgde. En ik ga samen met jullie ook snel even naar de kostprijs kijken, naar een voorbeeldberekening van de kostprijs Fontane 2023. Afsluitend doe ik met een korte vooruitblik op 24. Goed, over het weer hebben we het al gehad, hè? Maar hier nog eens een overzicht van een aantal recordjes die gevestigd zijn op basis van de weersgegevens van het KMI, weliswaar in Ukkel, is er sprake van het derde warmste jaar sinds 1833. Dus qua temperatuur zaten we gemiddeld wel vrij goed, hè? Zonder dat daar grote uitschieters bij waren. Maar april bijvoorbeeld, geen enkele lentedag. Dat betekent dus geen enkele dag dat we temperaturen van meer dan 20 graden gemeten hebben. Wat gemaakt heeft dat we een late start in het voorjaar gekend hebben. We hadden wel een warme juni maand, de warmste zelfs, een warme septembermaand. We hebben nog een hittegolf meegemaakt, herinnert u. En op vlak van neerslag, ja, zeer veel neerslag in 2023, meer dan 1000 liter. En normaal gezien is dat iets van een 800. Maar vooral in de maand november, heel hoge waarden. En zeker in de Westhoek, daar zijn records gevallen. Hier nog eens een overzicht van die weersgegevens. Dus de bruine lijn is het verloop van de temperatuur. En de blauwe balkjes zijn per dag een weergave van de hoeveelheid neerslag die gevallen is. En dan zie je onmiddellijk dat er niet zoveel gaten in het patroon zitten. Dagen dat er weinig of geen neerslag gevallen is. We hadden een droog moment in februari. Iedereen zat klaar om toch wel aan die voorjaarswerkzaamheden te beginnen. Maar goed, het was nog vroeg. Uiteindelijk hebben we moeten wachten tot begin mei. Er zijn een aantal mensen die begin mei aardappelen geplant hebben, maar het gros is toch vanaf 20 mei maar de grond ingegaan. Mei en juni waren droog. Dus dat zat goed, maar dan vanaf half juli is de regen teruggekomen. Augustus was ook niet zo bijzonder goed. De graanoogst verliep ook in moeilijke omstandigheden. En vooral het najaar. Als we hier kijken naar al die regenbalken, dan weten we dat het veel geregend heeft. Het aantal rooibare dagen op het einde van het seizoen was zeer beperkt. Maar dus het startte al met een historisch laat plantseizoen. Het feit dat we gemiddeld allemaal toch vrij laat geplant hebben, met wat regionale verschillen binnen Vlaanderen, maar het was wel een feit. En al van in het voorjaar wisten we dus dat als je zo laat start en je werkt met een Fontane of een Challenger of zeker een Marquise die 140, 150 groeidagen nodig heeft, dat we toch wel laat gingen uitkomen in het najaar. En dat er dus eventueel risico's moeten genomen worden dan. Het was een beetje een voorspelling toen al, dat als we topopbrengsten wilden realiseren, dat we het gewas de kans gingen moeten geven om tot september, begin oktober door te groeien, maar dat er dan ook wel risico's op vlak van de oogst gingen moeten genomen worden. En het werd uiteindelijk ook realiteit. Nu over dat planten begin mei, inderdaad, de eerste dagen van mei is er hier en daar wel wat geplant geweest. Alleen kwam daar ook weer een brusk einde aan, want rond 10 mei of zo heeft het in vele regio's toch ook wel weer heel veel geregend. Nu, dat vroeg planten, dat startte eigenlijk al met pootgoed die al enige tijd op het bedrijf stond. Dat is ook een aspect waar we normaal gezien niet voor kiezen, ook hier niet voor kiezen, maar wat wel realiteit was. Dus dat pootgoed is enigszins al fysiologisch verouderd of iets ouder dan wat we gewoon zijn. En dat hebben we ook gemerkt in de opkomst. We kregen meldingen van onderzeervorming bijvoorbeeld. Dat is een typisch iets. Of knollen die op een bepaald moment gewoon zelfs niet meer wilden kiemen. Maar het feit dat er dus kort na die vroege plant, begin mei of die eerste plant, enorm veel water, regen gevallen is, kregen we ook te maken met korstvorming. Slechte structuur,
percelen die herplant geweest zijn. Dus het was eigenlijk miserie van in het begin. Vooral die korstvorming is op veel plaatsen opgetreden. Hier wat foto's. Je moest het eigenlijk hebben van een scheur in de rug om die plant de kans te geven om boven te komen. Dus toch heel veel opkomstproblemen als gevolg van die natte die kort na de planting van begin mei zich voordeed. Het was ook te nat vaak om aan onkruidbestrijding te doen, maar goed, de aardappelen die toen geplant zijn, die zijn na 4 weken met of zonder problemen boven gekomen. Zij die afgewacht hebben en pas vanaf 15, 20 mei beginnen planten zijn, die konden dat duidelijk doen in betere omstandigheden qua bodemstructuur. De bodem was op die moment ook al iets warmer, iets meer opgewarmd. Dus al wat dan geplant is, was doorgaans wel goed bovengekomen. En dan hadden we die droogte in mei, juni tot half juli. Een droogte die de vroege rassen toch wel parten gespeeld heeft. Mensen die niet konden beregenen, die hebben eigenlijk met een Amora of andere vroege rassen toch maar 15, 20 ton per hectare gehaald. Terwijl iemand die wel kon beregenen tot 40 ton per hectare aan opbrengst had. Dus om u maar aan te tonen, herinneren ons 2023 als een nat jaar, maar we hebben wel effectief even met een droogte te maken gehad. Die droogte die leidde op een bepaald moment ook tot de eerste symptomen van doorwas in bentje. Het was nog te vroeg om op dat moment MH toe te passen, de sortering van de knollen was gewoon nog te klein. Maar dus ook daar de nadelige gevolgen van die droogte. Op een bepaald moment, door het feit dat we zo laat geplant hadden en dat dus die vroege aardappelen ook naar achter schoven, of de verwachting van die vroege naar achter schoof, stegen de prijzen van de oude oogst dan wel naar ongekende hoogtes. Ze zijn tot 60 euro per 100 kilogram gegaan, gewoon omdat er een tekort was. En ook voor komende seizoen vreest men daar uiteraard voor. Nu een tweede aspect, eens die drogere periode van mei, juni, half juli voorbij was, is die van de aardappelziekte. Daar hebben we toch ook wel mee te maken gehad. Eigenlijk was het al van in april, die natte maand, weliswaar nog zonder aardappelen op het veld, of zeker geen patatten die boven stonden. Maar vanaf april, maart, april, hadden we wekelijks infectiekansen. Allee, het regenweer op zich leidt tot infectiekansen en verspreiding van de aardappelziekte. Nu, in het begin van het seizoen is er normaal gezien nog niet veel aardappelziekte. Maar als je te maken hebt met afvalhopen of opslagplanten, dan start de ziekte wel altijd ergens. Dus op 9 mei hadden we al de eerste meldingen van plaag, omdat het vrij vroeg is. Zeker gezien het feit dat er dus nog maar weinig aardappelen boven stonden. Maar dat zijn dan meldingen die van op afvalhopen komen. Gelukkig hadden we die onderbreking in mei en juni ten gevolge van de droogte. Maar dus vanaf juli is het dan wel heel snel slecht geëvolueerd. In heel veel regio's was er plaag die moeilijk onder controle te krijgen was. Er is op die manier heel veel gespoten geweest. Dat is een beetje een weergave van hoe wij bij het PCA het ziektemodel voorstellen, waarbij dat de hoogte van de balkjes u iets zegt over de infectiekansen die zich voordoen. Zoals ik al zei, in april, mei waren er al infectiekansen en dat leidt dan tot die eerste plaag op 9 mei. Die drogere periode, godzijdank, en daarna dus vanaf juli, augustus, veel regen en veel infectiekansen. Nu, de regen was alleszins de oorzaak van het feit dat de ziekte zijn ding kan doen. Een sporen van Phytophthora infestans, die heeft een nat blad nodig om te kunnen infecteren. En hoe regenrijker het seizoen, hoe sneller de vermenigvuldiging van die plaag plaatsvindt. Nu, de aardappelziekte op zich, die is alsmaar sneller geworden de laatste jaren. Die is zeer flexibel, die past zich gemakkelijk aan. Die heeft eigenlijk in de loop der jaren zich genetisch aangepast ook aan de heersende omstandigheden en kan dus veel gemakkelijker gaan infecteren en veel gemakkelijker zijn ding doen. En dat leidt dus tot een toegenomen agressiviteit. Er is nu sprake van veel kortere incubatieperiodes. Dus de tijd tussen het binnendringen van een sporen en het zichtbaar worden van een vlek, dat gaat allemaal veel sneller dan vroeger. Als er dan een vlek ontstaat,
dan staan er meer sporen op dan vroeger. Dus op die manier gaat dat ziekteverloop heel snel. Bijkomend, of als gevolg daarvan, door die aanpassing van die schimmel doorheen de tijd, krijgen we nu de laatste jaren ook een redelijke problematiek op vlak van resistentie. Resistentie tegen fungiciden, verminderde gevoeligheid alleszins, maar vaak zelfs resistentie. En dat heeft dus te maken met die genetische diversiteit, het feit dat die plaag zich in de loop der jaren aangepast heeft. Eigenlijk bestaat aardappelziekte uit verschillende stammen. Als er plaag in de lucht hangt, dan is dat een populatie van verschillende stammen, noemen wij dat. Die stammen die worden opgevolgd, die worden onderzocht. Dus jaarlijks worden er door zowel België als de omringende landen aardappelstalen genomen. Ziektestalen, ik bedoel dan bladvlekkenstalen, om die Phytophthora te kunnen analyseren. En om te achterhalen met welk genotype dat we hier te maken hebben. En dan zie je, dat is een beetje een verloop van de voorbije 10 jaren, dat de plaag, zoals je hem vangt en analyseert, bestaat uit verschillende stammen. In 2013, 10 jaar geleden, was dat vooral wat hier aangeduid is door een groot aandeel blauw, de EU13 noemen we dat. Een bepaalde stam die op dat moment ook verantwoordelijk was voor het feit dat middelen zoals een Ridomil of een Epoch niet meer werkten. Herinner u de resistentieproblematiek daarvan? Nu hebben we vele jaren met die stam te maken gehad, maar uiteindelijk dooft dat dan toch uit. Zo'n stam wordt dan weer overheerst door andere stammen, die weer meer mogelijkheden krijgen om zich uit te breiden. En dan zie je dat die rozen en die groenen zich in de loop der jaren bijvoorbeeld ontwikkeld heeft. Om nu, zoals in 2023, tot de vaststelling te komen dat er nog heel veel van die rozenstammen noem ik ze hier gemakshalve. Roze staat voor EU36. Maar dat er dus weer een nieuw kleurtje aan bijkomen is. Dat er weer een nieuwe stam gevonden geweest is. Dus je ziet, er is wel degelijk evolutie in dat stammenverhaal. Die EU13 waar ik het daarnet over had, die is er nog altijd, maar in veel minder mate dan in 2013. Dus die resistentie ten opzichte van de Ridomil, we zijn ondertussen Ridomil ook al lang vergeten, die was een probleem en dat hebben we op die manier dan eigenlijk ook weggewerkt. Die rozen waar ik over sprak, de EU36, dat is er een die duidelijk grotere ziektevlekken maakt, meer sporen vormt en op die manier dus ook agressiever is. De groene waarvan spraken, dat was de EU37, dat is dan die stam waar uiteindelijk een ongevoeligheid of een resistentie naar fluazinam voor gedetecteerd geweest is. Herinnert u waarschijnlijk ook, fluazinam, dat is de actieve stof van Shirlan. Op een bepaald moment waren er berichten, meestal komt dat vanuit Nederland. Nederland maakt dat eerst mee, die problematiek, en dan zakken die stammen af naar België. Dat op een bepaald moment de inzet van Shirlan, dat niet meer werkte. Precies omdat er dus massaal veel van dergelijke Phytophthora-stammen aanwezig waren die ongevoelig waren voor Shirlan. Geen probleem, we hadden een groot middelenpakket, dan laten we een dergelijk middel even achterwege en dan kiezen we iets anders. Maar het probleem is dat we steeds meer van die resistentie zien opduiken. Bijvoorbeeld nu, vorig jaar, een variant van de EU43. Maar goed, de EU43 op zich, die was eerst in Denemarken bijvoorbeeld in 2018 gedetecteerd. In België hebben we die voor het eerst gezien of geanalyseerd in 2022. In 8% van de gevallen of van de stalen was die blijkbaar aanwezig. Maar je ziet op een jaar tijd is dat geen 8%, maar evolueert dat naar 35% à 40%. Dus dan moet je concluderen dat het heel snel gaat en dat bijna de helft van onze populatie dan plots bestaat uit zo'n EU43. En dat is er één waar middelen zoals een mandipropamid als actieve stof of een bentiavalicarb of een dimetomorf minder gevoelig voor zijn. Dus die middelen die je terugvindt, of die actieve stoffen die je terugvindt in een rebus, in een versilus,
Die moet de morf, dat kennen we van de acrobat van vroeger, maar goed, daar zat ook Mankozeb bij, dus acrobat is ondertussen niet meer erkend. Maar zit wel nog in Orvegostar en Presidium en dergelijke. Dat zijn dus allemaal middelen waarvan dat er nu een belletje moet gaan rinkelen van opgelet, die actieve stof, eigenlijk werkt die niet meer tegen die stam EU43. En dan is er vorig jaar, zijn er de eerste aanwijzingen gekomen dat er toch wel weer sprake was van nog een andere stam. Of misschien is de EU43 maar dan een variant daarvan. Aangezien er meldingen kwamen van het feit dat ook het toepassen van Zorvec in een aantal gevallen eigenlijk niet meer de gewenste resultaten opleverde. Dus er was een vermoeden, of er is een vermoeden dat er ook tegen de actieve stof van Zorvec resistentie aan het optreden is. En dan wordt het natuurlijk wel een verhaal dat qua beschikbare middelen serieus ingeperkt wordt. Hè. Nog even om u toe te lichten, hè, die stammen, dus als je plaag in de lucht ziet hangen, voor zover dat je dat ziet met blote oog, want dat kan je niet. Hè. Maar dan bestaat dat uit verschillende sporen. Hè. En daar gaan sporen in zitten van de ene stam, maar ook sporen van de andere stam, die ik hier allemaal met verschillende kleurtjes aangegeven heb. En stel dat die rode die daartussen zit bijvoorbeeld, dat een resistente stam is, hè, waar een bepaald middel, een bepaalde actieve stof niet tegen werkt. En jij zet die actieve stof in, ja, dan gaat dat leiden, zeker als jij week na week of spuitbeurt na spuitbeurt datzelfde middel, diezelfde actieve stof inzet, of een actieve stof van dezelfde familie zelfs, hè, dan ga je eigenlijk gaan uitselecteren. Hè. Dan ga je misschien wel een werking hebben op die groene en die blauwe, maar niet op de rode. Dus dan krijgt die rode alle kansen om zich te vermenigvuldigen. En vandaar dat je op het einde van de rit met een populatie overschiet die zeer resistent is omwille van het hoge aandeel van die stam. Dus naar volgend seizoen toe zal het een boodschap zijn van zeer goed naar de middelenkeuze te gaan kijken. Zeker niet middel na middel na middel uit dezelfde groep te gaan kiezen, maar te gaan afwisselen. Dat is een beetje wat ik hier heb willen aangeven door middel A en daarna middel B en daarna middel C te gaan toepassen. Die A zal misschien niet werken op de rode, maar die B gaat dat wel doen, waardoor dat die rode stam onder controle blijft. Oké, die groene gaat dan misschien wel uitbreiden, maar door dan een C toe te passen, ga je ook die onder controle houden. Dus het is toch wel een les die we getrokken hebben uit 2023. Natuurlijk, de weersomstandigheden waren er om veel plaag te creëren, maar dus ook om die genetische variabiliteit nog verder te laten toenemen. Hè. Hoe meer er kan vermenigvuldigd worden, hoe meer dat er kan in die genetiek ook veranderd worden. Dus we gaan heel alert moeten zijn, komende seizoen ook, hè, als we met kritieke omstandigheden, dus plaagweer, te maken hebben, dat we heel snel schakelen en heel bewust ook middelen gaan inzetten. Hè, wat ik daarnet zei, middelen afwisselen. En preventie. Preventie is ook heel belangrijk, want die eerste plaagsporen in het voorjaar, die moet van ergens komen. Hè. Normaal gezien, plaag die kan niet overleven gewoon in de lucht of bovenop de grond gedurende de winter. Nee, die heeft eigenlijk een aardappelknol nodig om de winter door te komen. Vandaar dat een afvalhoop, hè, met restaarden en knolletjes daartussen in het voorjaar eigenlijk een van de eerste bronnen zijn van besmetting. Opslagplanten ook, dus in die zin, aardappelen die niet gerooid zijn dit jaar en aanleiding zouden kunnen geven tot opslag komend seizoen, zijn de ideale verspreiders van plaag en van al dat soort stammen. Hè. Dus in die zin toch wel een zorg naar die niet gerooide percelen toe. Goed, als alles vervroren is en er schiet niets meer van over, dan zal dat ook geen probleem vormen naar plaag toe. Maar als dat niet het geval is en er schiet hier en daar, hè, er moet maar één knol per struik overschieten, bij manier van spreken, en dat is nog een enorme dichtheid op uw perceel. Nu dus, ik raad aan om zeker de waarschuwingsdienst van het PCA te volgen, waar dat wij altijd advies geven met betrekking tot middelen, spuittechniek ook. Je begrijpt, in dergelijke regenrijke omstandigheden, minstens spuitfoutje dat gemaakt wordt, en een hoek die je niet mee hebt, of ergens te snel overgespoten, dat zich direct uit in grote ziektehaarden op het veld.
Dus ja, dat zijn de aanbevelingen voor 24 dan. Hè. Zeker met betrekking tot die middelen waarvan de actieve stoffen dus gekend zijn als stoffen waar een verminderde werking of resistentie van gezien is. Hè. Dus zeker die middelen niet enkelvoudig toepassen. Hè. Eventueel moet daar een partner, een tweede middel in de tankmix toegevoegd worden. Nu, dat tweede middel, gemakshalve, doen we daar nu al een keer simoxanil bij. Dat is dan net niet sterk genoeg. Als je eerste middel niet werkt omwille van resistentie en je moet alles hebben van die simoxanil die je eraan toevoegt, dan zou dat wel eens te weinig kunnen zijn. En de nawerking van simoxanil is nu eenmaal te kort. En dus bloktoepassingen, dat gaan we beter ook niet meer doen. We gaan middelen moeten afwisselen. Dit is de tabel die jullie misschien kennen. Hè. Als lid van het PCA ontvang je die met een overzicht van alle middelen die beschikbaar zijn om de plaag te bestrijden. Hun eigenschappen ook, hè, in hoeverre dat ze curatief zijn, antisporulerend werken en dergelijke. We hebben een heel pakket van middelen ter beschikking. Alleen als we daar een keer op inzoomen en ik bekijk iedere actieve stof en ik beoordeel of daar eventueel al problemen op vlak van resistentie mee gevonden zijn, ja, dan wordt het lijstje natuurlijk wel korter. Hier staan er duidelijk een aantal tussen waar dat we zeer goed moeten mee opletten. Waar dat we moeten ofwel dus mengen ofwel ze weglaten uit het spuitschema. Maar dan wordt het dus beperkt. Hè. Dat wil ik graag even meegeven. Voor de rest, productie of opbrengst 2023, die was uiteindelijk niet slecht. Hè. We hadden ook een matige zomer. Hè. Als een aardappel vocht heeft, water heeft, zeker die late rassen, dan kan die prachtig opbrengen en goede kilo's realiseren. En dat is wat we uiteindelijk ook gezien hebben. Geen hittestress, maar af en toe water. Dus we hebben uiteindelijk een mooie opbrengst gerealiseerd in de late rassen van een 50 en zelfs 55 ton per hectare. Alleen in die vroege, wat ik daarnet zei, en zeker de niet beregende, kon het wel een keer tegenvallen. Maar dus in combinatie met het grote areaal dat we hadden, want de oppervlakte aardappelen was toegenomen, zitten we toch wel aan een potentiële opbrengst van 4,85 miljoen ton. Alleen, ja, dat is op basis van het volledige areaal. We weten dat het volledige areaal niet gerooid zal worden. Dat er ongeveer 5 à 8% is onze schatting momenteel in de grond zal blijven. Dus dat zal eventueel maar 4,6 miljoen ton zijn. Nu goed, in combinatie met een uitbreidende verwerking en zou het wel eens kunnen dat dat krap wordt. Nu, bij oogst zag het er aanvankelijk dus zeer goed uit. De opbrengsten waren goed. We hadden wel wat holvorming bij Fontane en een aantal andere rassen. Maar zolang dat die knol intact is en geen had dat naar de buitenwereld, bleef dat hol nog proper hol. Alleen als je van die misvormde knollen hebt, zou het wel eens rot kunnen zijn. Voor de rest, ja, misschien een beetje knolfiet of eraan, maar al bij al viel dat zeer goed mee. En dat is omdat we zeer goede middelen hebben qua knolbescherming. Voor de rest, ja, misschien wat tweede groei. Hè. Door het zich hernemen van dat gewas in augustus zat er wel een keer een late knolzetting tussen, maar uiteindelijk was dat niet het grootste probleem. Het grootste probleem zat hem dus in het feit dat we op een bepaald moment heel veel regen te verduren gekregen hebben. We waren er nog niet klaar voor om te gaan rooien, want we hadden al laat geplant. Uiteindelijk waren er veel percelen die eerste, tweede week van september nog niet het onderwater weggehaald hadden, die normaal gezien voor het fabriek vereist is. Dus iedereen zat toch nog een beetje te wachten op een stijgend onderwaterweg, op die laatste kilo's. Dus er is iets wat later geloofdood, alhoewel dat ook niet zo extreem veel later was als op andere jaren. Het was vooral de regen die ons parten gespeeld heeft. Het feit dat de tweede helft oktober bijvoorbeeld er heel veel regen gevallen is, maar vooral dan in het begin van november, en vooral de Westhoek had het toen hard te verduren, heeft gemaakt dat we gewoon, zelfs los van de hoeveelheden regen die gevallen zijn, eigenlijk weinig momenten gehad hebben dat er kon gerooid worden. Als je kijkt naar het aantal droge dagen hier in het najaar, van eind september tot 11 oktober was het droog, maar voor de rest, zeker vanaf 20 oktober, is het heel nat geworden en kregen we weinig kans om die aardappelen te gaan rooien. Dus inderdaad, zulke beelden zijn dan het gevolg daarvan.
eind december of in december volgden er dan ook nog wat vorst. Dus eerst spoelen de patatten bloot, dan vorst erop. Dus die bovenste waren sowieso al vervroren. Die zijn zelfs nooit groen verkleurd. Normaal gezien wordt dat groen. Maar omdat ze dus vervroren waren, blijven ze er blank en heel bij liggen. En ondertussen ja, staat die partij er zelfs nog. Ik passeer er alle dagen. En alle dagen moet je denken van kijk, het is niet gelukt. Dus onze inschatting is dat er nu ongeveer nog 5-8% buiten staan. De komende weken doen we eigenlijk weer een enquête onder onze leden. En gaan we nog iets beter cijfermateriaal hebben daarover. Maar met de regen die we gehad hebben, de vorst die er uiteindelijk ook gevolgd is, is de kans zeer klein dat daar nu nog iets van komt. Hè. Dat waren aardappelen na die eerste vorst en dan zag je dat er zo werkelijk tot waar de vorst gekomen was, was die knol vervroren. Dus dan is er zo een schijf af en de rest was nog goed. Maar met de meest recente vorst vermoeden we dat er dus eigenlijk niets meer zal overschieten. Nu goed, iedereen gaat dat toch moeten controleren. Hè. Of dat er niet nog ergens wat knollen overschieten. Al is het maar om dat opslagverhaal te kunnen inschatten. Hè. De meeste zijn rot van onder, van de natte vorst van boven, dus ook kapot. Maar mocht daar één knol per struik overschieten, aan 40.000 struiken per hectare, dan is dat wel nog een keer 6 of 10 ton aardappelen. Of de moeite is om ze te rooien, laat ik in het midden. Maar ze kunnen wel een probleem vormen naar opslag en naar aardappelziekte toe. Hoe is die bewaring verlopen? Ja, die aardappelen die voor 20 oktober binnengekomen zijn, die doen het goed. Die doen het vrij goed. Hè. Voor zover dat ze niet uit een regio komen waar ze echt al verzopen zaten voordat er gerooid geweest is. Dus hier en daar zijn er wel wat problemen, ook met die warme situatie waarmee dat ze binnengekomen zijn. Hetgeen dat in november gerooid is, was vooral met veel grond tussen, natte grond. Dus daar is de fabriek ook nog wel mee omgegaan. Alleen een keer dat die vorst erbij kwam, zat er dan ook rot bij. En daar heeft men het in de fabriek natuurlijk moeilijker mee. Grond kan je er nog uit sorteren, uitwassen, maar rot wordt wel een veel groter probleem. Dus ja, het was vooral die natte die een risico is hè, in de bewaring. Eigenlijk moeten we concluderen, alles wat in november en december gerooid geweest is, had beter niet in de bewaring gekomen. Hè. Het is gewoon te nat op dat moment. Die lenticellen, dat zijn de puntjes die op een aardappel staan, langs waar hij ademt, zuurstof uitwisselt, die waren gewoon versmeerd, die zaten dicht. Dus die knol die stikt op dat moment. Dus dat is eigenlijk geen product om in de bewaring te brengen. Zij die het wel gedaan hebben, als je over voldoende capaciteit beschikt om te gaan drogen, hè, of als nog meeviel die nattigheid, dan kan je natuurlijk wel alles op alles zetten en drogend gaan ventileren. En eventueel, dat hebben we vaak ook gezien, direct met warme luchtkanon erbij, tijdens het inschuren, al warme lucht mee inbrengen om dus die droogcapaciteit te vergroten. Nu, ik ga daar iets sneller overheen gaan. Drogen, ja, achteraf is het gemakkelijk gezegd, drogend ventileren, maar ik zeg het, aardappelen die in november en december gerooid geweest zijn, die hadden zelfs met een goede droging geen mogelijkheden om het te halen. Over kiemremming, ja, de aardappelen die nu binnen liggen, die doen het redelijk goed, die zijn rustig, die hebben MH gekregen in de beste omstandigheden, dus dat loont nu wel. Natuurlijk de vroegere rassen, een bintje bijvoorbeeld, iets vroeger rijp, daar zie je wel de kieming komen, hè. Of die is duidelijk aanwezig. En ook fontanen en anderen die worden stilaan wakker, dus controleer dat zeker en grijp op tijd in. Hier zit nog een stukje kostprijsberekening achter. Hè. Elk jaar maken wij bij PCA een soort van voorbeeldberekening. Dat is niet de gemiddelde kostprijs, die moet je zelf voor je eigen bedrijf gaan uitrekenen. Maar het is wel interessant om het nog een keer door te nemen. Hè. Pootgoed, daar zat een kleine stijging in. Dat viel nog mee. Meststoffen waren eigenlijk ook goedkoper ten opzichte van het jaar daarvoor. Hè, dus dat viel ook mee. Alleen in de gewasbescherming zitten we daar duidelijk iets hoger. Ja, ik zie daar spuitschema's van 1100 euro, maar ik zie er ook van 1600 euro. Er zit daar enorm veel verschil in, naar gelang of er inderdaad een strijd gevoerd is tegen die aardappelziekte of niet. Hè. En een keer dat de ziekte erin is, is het toch wel veel en vaak spuiten.
loonwerk, ook een moeilijke om daar een gemiddelde in weer te geven. Is er in goede omstandigheden geplant en gerooid, wel, dan had dat misschien wel 750 euro zijn. Is er uiteindelijk per uur gerooid geweest, ja, dan moest er 1000 euro per hectare aan rooien alleen al betaald worden. Dus dat maakt het moeilijk om hier een gemiddeld cijfer te zetten. Pacht is uiteraard ook altijd een moeilijke. Hè. Is het een gewone pacht, dan zal dat maar iets van een 495 euro zijn. Is dat een seizoenpacht, dan moet je dat zelf invullen voor je eigen situatie. Ik heb er hier iets bij gedaan ten opzichte van vorig jaar, maar ik weiger daar de grote prijzen te zetten, want dat is het niet waard. Afschrijvingen, interesten, andere vaste kosten, mazoutverzekeringen, tractoren, onderhoud, herstel moeten uiteraard ook meegerekend worden. Dus ik kom hier op een totale kost van 6.600 euro, reken daar ook nog een vergoeding voor eigen arbeid bij en ik kom op 7.481. Dat voor een opbrengst netto uitbetaalde kilo's van 46 ton ongeveer. Dat was 50 bruto, maar als je daar de tara aftrekt, denk ik dat we die kostprijzen zo voor netto 46 ton, 754 kunnen uitsmeren. Dat is eigenlijk een opbrengst die we halen uit onze groeicurve, dus het gemiddelde van heel veel percelen in Vlaanderen. En dan kom ik in dit rekenvoorbeeld hier aan een kostprijs van 16 euro per 100 kilogram. Natuurlijk, wat heb ik daar niet bij gerekend? Mensen die bijvoorbeeld moeten beregenen hebben, dat zit er niet in. De kost van een brede weersverzekering heb ik hier eigenlijk ook niet meegenomen. Ja, het zijn allemaal aannames, hè. Dus nogmaals benadrukken dat je moet rekenen voor jezelf. Hè. Ik kan met het duurste scenario of een duurder scenario gaan rekenen en dan kom ik al snel aan 18 euro en 19 euro per 100 kilogram. Om u maar aan te geven dat dat zeer divers is. Mensen die bewaren, die hebben uiteraard ook die kost daarbij. En als we dat samentellen, afland 7.481 en dan de kostprijs van bewaring daarbij, kom ik op 10.427. Die kan ik eigenlijk maar terugverdienen met 43 ton aardappelen en meer, want als die uit de bewaring komen, dan zijn die 6% lichter. 8%, 4%, een beetje te zien wat uw gewichtsverlies is. Dus na 8 maanden bewaren kom ik hier op een kostprijs van 23,72 euro. Nogmaals, zelf door u na te rekenen. Nog kort even de uitdagingen voor 2024. Ik heb het al gehad over die aardappelziekte. Dat wordt er toch zeker wel eentje om in de gaten te houden. Die middelenkeuze, wanneer spuit het en wat. Moet je zeker goed laten begeleiden op dat vlak. Beschikbaarheid van pootgoed is er ook een voor het komende seizoen. Er zijn heel wat problemen. Niet alleen is het pootgoedareaal in de ons omringende landen gedaald de voorbije jaren. Dus er is gewoon minder hectare pootgoedproductie. Vorig jaar waren er ook heel wat afkeuringen, declasseringen. Het is wat grover uitgegroeid en uiteindelijk staan er hier en daar in Nederland ook nog wat hectare die niet gerooid zijn. Dus men spreekt van tekorten. Het gevolg is dat men nu heel veel pootgoed gaat aanbieden in de bovenmaten met dan het advies om dat te gaan snijden. We hebben daar altijd een beetje schrik van dat snijden, want dat is een extra risico. Je weet, als je een verwonding maakt, je een aardappel in twee snijdt, oké, dat gebeurt machinaal, messen worden ontsmet en dergelijke, maar het is toch een wonde die je maakt. Het is een gesneden poter die je moet wegleggen. Liefst maar voor een paar dagen nog, dat ze direct de grond in kunnen. Maar als we iets meemaken, like 2023, en dat pootgoed ligt daar nog weken op het bedrijf, dan hou ik een beetje mijn hart vast voor de kwaliteit. Probeer het luchtig weg te leggen, dat het niet kan verstikken, niet kan rotten. Het feit is dat de kostprijs voor het pootgoed 2024 heel hoog ligt. Zeker als je in de traditionele maten blijft. Kies je voor het snijden, dan kan je dat nog altijd binnen de perken houden. Voor de rest denk ik dat de weersomstandigheden altijd een uitdaging zullen blijven. Bodem zal misschien ook er eentje zijn. We hebben het er al over gehad daarnet met iemand. Textuur is heel vaak om zeep, dus we gaan daar moeten proberen iets goed van maken. Bemesting, er is geen map 7 op vandaag. We gaan dus verder met de normen en de dosissen, de normen zoals ze in het vorige map beschreven zijn. Aardappelziekte, ja, en eventueel Colorado-kever ook als gevolg van iets meer opslag. Voilà, dat op een drafje. Ik wens jullie, ondanks al die uitdagingen, toch heel veel succes in het komende patatenseizoen.
Dus om deze voormiddag af te sluiten, ga ik jullie toch nog eventjes meenemen in het verhaal van de aaltjes en de ritnaalden. Dat is helemaal niet nieuw, maar ook die bestrijding wordt er niet makkelijker op. Niet enkel middelen tegen, fungiciden tegen de plaag verdwijnen of hebben een mindere werking. Ook voor deze twee plagen wordt het niet zo eenvoudig. Ook de komende half uur ga ik mijn presentatie opsplitsen, een stukje ritnaalden en een stukje aaltjes. Dus waarom stijgen die bodemgebonden insecten alsmaar ook in andere teelten? Wel, al die breedwerkende insecticiden, die verdwijnen van de markt. Elk insecticide, elk gewasbeschermingsmiddel wordt heel specifiek tegen één bepaald organisme. En daarnaast verdwijnen er ook steeds meer middelen uit de markt en er komen er maar met mondjesmaat bij. Ritnaalden, wat zijn dat nu eigenlijk? Mijn vader noemde dat altijd koperwormen, dus een heel kleurige larve. Want eigenlijk is dit een larve, die koperwormen, die ritnaalden, van een grote volwassen kniptor. Dus die grote volwassen kniptor, die kever, die gaat graag zijn eitjes gaan afleggen in het vroege voorjaar, waar dat er veel organisch materiaal in de bodem zit. Die eitjes, daaruit komen er na enkele weken kleine larven uit. En die kunnen zich enkel voeden op organisch materiaal daar ter plaatse in de bodem. Dus dat is hier bodemprofiel getekend, dus bodemoppervlak tot 50 centimeter diep. Naar de winter toe gaan die kleine ritnaalden dieper in de bodem gaan wegzakken, dat ze daar een beetje warmer zitten. En in het voorjaar komen ze weer naar boven. Als het droger wordt of als het wat warmer wordt, dan komen ze naar boven en gaan ze daar weer voedsel gaan zoeken. Als het wat warmer wordt in de zomermaanden, augustus, juli-augustus, dan gaan ze weer wat dieper gaan zakken om dan terug omhoog te komen eind augustus, tweede helft augustus. En zo gaat die cyclus een aantal jaren na elkaar door, waarbij dat die ritnaalden telkens een beetje groter worden, telkens een beetje meer eten nodig hebben. Maar dus zeker in het begin, ook wel nog het eerste volledige jaar, gaan ze vooral op organisch materiaal gaan voeden. Wat is nu het probleem bij de aardappelen? Of anders gezegd, in het voorjaar gaan ze nog niet zoveel schade doen in je aardappelteelt, maar dan heeft wel de mais, het witloof, er last van. Dus op het moment van opkomst van die teelten, dan gaan die ritnaalden gaan prikken in de stengeltjes en daar gaan ze wel opkomstproblemen geven. Waar zit het probleem bij de aardappelen? Vooral in die tweede opwaartse beweging. Er zitten al heel wat knollen in uw rug en dan gaan die ritnaalden gaan prikken, gaatjes gaan prikken in de knollen. Dat is niet altijd even diep, maar toch terug een vorm van afval, een vorm van tara. Zeker als je met nog wat thuisverkoop daarbij zit, is dat allemaal niet gewenst. Hoe kan je nu nagaan of dat je een probleem hebt met ritnaalden op je perceel? Door te monitoren, door te gaan kijken. Dat kan op twee manieren. Worden niet zo vaak gedaan, maar dat bestaat wel. Dat zijn lokvallen zetten. Dat zijn van die potten die in de grond zitten. Op een perceel met veel organisch materiaal, een weide, in een graanteelt. En daarin zitten er lokstoffen. Lokstoffen om de kevers aan te trekken. Dus we gaan niet kijken naar ritnaalden dan, maar wel zitten er kevers die mogelijk eitjes gaan afleggen op dit veld. Jammer genoeg gaan die lokstoffen vooral de mannetjes aantrekken. Het zou interessanter zijn moesten ze de vrouwtjes aantrekken en dat is eigenlijk wegplukt van het veld dat ze geen eitjes niet meer kunnen leggen. Dat is in volle ontwikkeling altijd. Een andere manier is om echt op je perceel gaan potten te gaan ingraven, gewone bloempotten met gaatjes in. En je gaat dat opvullen met wat aarde en dan vooral dat mengsel van graan met mais, dat je wat vochtig maakt, weer bedekken met aarde en net onder het grondoppervlak gaan ingraven. En je laat dat een week of twee zitten. Ondertussen gaat dat graan, gaat die mais beginnen kiemen, gaat dat CO2 afgeven en die ritnaalden die eventueel in de bodem zitten, gaan daardoor aangetrokken worden en in die bloempot gaan kruipen. Het is een indicatie. Als je ritnaalden vindt na twee weken in zo'n pot, dan weet je van ik heb wel een risico. Ik ga toch moeten iets ondernemen. Het beste periode dat je dat doet, zo'n monitoring van die ritnaalden, is als er zo'n opwaartse beweging is natuurlijk. Die ritnaalden die diep zitten, gaan daarvoor niet naar boven komen. Dus wat is een goede periode? Dat is april. Maar vaak weet je dan het resultaat net iets te laat voordat je gaat beginnen aardappelen planten. Een mogelijkheid is ook om dat in het vroege najaar te gaan doen. Dus als je perceel vrijkomt, of zelfs als de voorgaande teelt er nog staat, dat je in augustus, september die bloempotten in de grond steekt, op een perceel waar je het jaar nadien wenst aardappel te gaan telen. Wat zijn de risicofactoren? Ik heb ze eigenlijk al genoemd en ik denk ook wel redelijk gekend. Dat zijn vooral dus die percelen met veel organisch materiaal. Die zodanig dat die hele kleine larvekes die uit die eieren komen, dat die meteen voedsel hebben,
Dus na gescheurd grasland, als er veel groenbemesters staan, stalmest, inwerken van stro. Dus eigenlijk met je hand, die teelthistoriek, je teeltplan, maakt wel of dat je een gevoelig perceel ja, kunt creëren of hebben. Er is ook wel invloed van bodemtype, pH, de vochthuishouding. Maar ja, door die steeds minder breed werkende bodeminsecticiden, kunnen die wel veel langer doorgaan. Wil je zelf een keer een perceel nagaan met welke risicofactoren of welke factoren moet ik rekening houden, kan je altijd eens naar deze website of deze applicatie gaan surfen en dan krijg je zo'n beetje een wegwijs in al die risicofactoren. Zitten er nu ritnaalden in je perceel of je verwacht wel een hoger risico voor je aardappelen, dan is er een eerste stap dat je kan zetten, bijvoorbeeld is een chemische bestrijding. We hebben dit jaar 3 producten nog dat we mogen inzetten in onze aardappelen. Dat is de algekende Nematorin, we hebben ook de Forge Evo en we hebben de Sherpa. Dat zijn alle 3 granulaten dat je eenmalig bij het planten kunt gaan toepassen. Dat is het enige dat we chemisch kunnen gaan doen. Dat wil zeggen dat je die eerste opwaartse beweging wel goed kunt meehebben, dus als die ritnaalden naar boven kruipen dan. Dus die kan je goed tegenhouden. Het probleem is dat die producten, als je die in april, mei gaat toepassen, dat die niet werkzaam blijven tot helemaal in augustus. Wanneer dat ze ook, of vooral dat eigenlijk die schade doen ook in de aardappelen. Dus je kan het aantal ritnaalden van in het voorjaar wel al wat beperken, maar deze die pas in augustus naar boven komen, ga je daar niet meer gaan tegenhouden bij de aardappelen. Aandachtspuntje is wel dat die granulaten heel specifiek of een heel goede plaatsing moeten hebben in de rug, want eigenlijk maak je een soort van buffer. Elk product heeft zo zijn eigen uithangen, dus van de granulaatstrooier, de buisjes en dan de uiteinden ervan. Elke firma heeft zo zijn eigen voorkeur, maar eigenlijk komt het er echt wel op neer om rond je knolnest daar een buffer van de granulaat te maken, dat die ritnaalden daar niet kunnen gaan passeren. Hetzelfde hier ook voor een ander middel, dus echt mooi rond de knol hier wordt het getekend, dus dat de ritnaalden niet tot bij jouw aardappel geraakt. Maar we hebben maar 3 middelen niet meer, 3 middelen die niet tot het einde van het seizoen hun werk kunnen doen. Dus we gaan toch wel moeten ook wel gaan kijken naar niet-chemische middelen, om een holistische aanpak, niet enkel chemisch te werken, maar ook IPM, meer IPM gericht. Wat kunnen we nog doen, of een keer over nadenken, dat zijn onze bodembewerkingen. Als we nu eens kunnen zorgen dat we die ritnaalden wat bloot kunnen leggen, of dat we ze kunnen dus wat uitdrogen. Dus als er een grondbewerking is, die ritnaalden komen redelijk aan het oppervlak, dan kunnen ze door de zon, door de warmte gaan uitdrogen. Of zijn ze ook bereikbaarder voor bijvoorbeeld vogels die op zoek zijn naar achtereten. Wanneer zijn die gevoelige periodes in een levenscyclus van een ritnaald? Dat is enerzijds in het voorjaar ook terug, dus dan zitten ze sowieso al wat hoger in de grond. Heb je die eitjes, die kleine larven ook worden, of in de late zomer, wanneer dat ook het verpoppen gebeurt. Ik heb daar niet over gesproken, maar na een jaar of 5 gaat zo een ritnaald gaan verpoppen en een nieuwe kiever gaan worden. Dus als je in die kritiek of die gevoeligere periode van die ritnaald een beetje kunt laten uitdrogen, dan kan dat ook allemaal al een beetje helpen. De manier van bodembewerking, daar hebben ze in de Hooibeekhoeve, waar ze vooral dus rond de voedergewassen onderzoek doen, een 7-8 jaar geleden een proef aangelegd waarbij dat ze op hetzelfde veld verschillende bodembewerkingen hebben uitgevoerd bij de zaai. Dus dat is week 12, 14 tot week 47. En dit zijn het aantal ritnaalden dat ze geteld hebben in de monitoring. En dan zie je eigenlijk op het einde van de rit, als ik hier kijk, dat de stukken van het veld waar dat er geploegd werd of gespitvreesd, dat daar het totaal aantal ritnaalden dat ze gevangen hebben, dat ze gemonitord hebben, het laagst was. Dus dat je echt die ritnaalden boven kunt brengen. Niet kerende grondbewerking was minder gunstig op vlak van het aantal ritnaalden. Een ander iets dat kan een keer overwogen worden, dat is ja, een aangepaste keuze naar uw groenbedekkers toe. Vooral dan misschien met het oog van mogelijk biofumigatie uit te voeren. Dat is ook niet zo simpel, maar het bestaat wel, het werkt wel. Een aantal specifieke groenbemesters, ik ga hier even overlopen, de bladramenas, wat zitten daar nog, de bruine mosterd. Dat is eigenlijk allemaal een beetje koolachtige. Als je die gaat tijdens hun bloei, gaat fijn hakselen en gaan onderwerken en daarna goed dichtrollen, dan gaat er uit glucosinaten, een stof die van nature in die groenbemester, in die koolgewassen zit, vooral bij de bloei,
Dan gaat dat omgezet worden naar een heftig gas. Een gas die bodeminsecten gaat gaan afdoden. Dus goed dichtrollen zodanig dat dat giftig gas niet erop uit de bodem kan gaan ontsnappen. Een paar aandachtspunten wel bij natuurlijk. Allee, dat werkt ook geen 100% net zoals die chemische middelen. Uw pH moet wel meer zijn dan 4. Hoe meer organisch materiaal in uw bodem, hoe beter die giftige stof zijn werk kan doen. En ook de grondsoort. Bijvoorbeeld in een kleibodem gaat dat minder goed werken, die biofumigatie. En eigenlijk moet je dat ook gaan toepassen op het moment dat de temperatuur en de vochtigheid van je bodem goed is, oké is. Dus dat is vaak in het najaar. Natuurlijk, als je moet gaan hakselen wanneer dat je groenbedekker liefst zoveel mogelijk in bloei staat, dan wil dat eigenlijk zeggen, zaai eerste helft juli, bloei 6-8 weken later, om dan eind augustus te gaan inwerken. En dat wil dus wel zeggen dat je gans die zomer al bezig bent met je groenbedekker te gaan zaaien. En waarom ook, ja, in het najaar is je bodem voldoende vochtig en al helemaal opgewarmd, maar ook terug best wanneer dat je ritnaalden hoger in je profiel gaan zitten. Dan ga je ze ook veel beter gaan raken, of gaan ze meer last hebben van dat giftig gas. Ja, alles speelt dan een beetje een rol ook in die gewasrotatie. Het is nog de uitgebreide presentatie precies, dus ik ga hier een beetje rapper over gaan. Een nieuwe ontwikkeling is dan ook wel kijken naar bepaalde schimmels die ritnaalden gaan afdoden. Je ziet er op de foto, dus dat was een ritnaald die helemaal omhuld is nu door een schimmel en die de ritnaald gaat gaan afdoden. Dat is een volle ontwikkeling, hoe moet je dat toepassen, zorgen dat die schimmel in voldoende hoeveelheden in die bodem dan zit. Er wordt vooral gekeken om middelen op de markt te brengen met attract and kill. Wat wil dat zeggen? Er zit zo in een granulaat, zal ik maar noemen, zit die schimmel daarin verwerkt, maar samen met ook nog een lokstof. Dus zo'n granulaat gaat eerst een lokstof afgeven dat je die ritnaalden naar je product gaat toetrekken, zodanig dat dan die schimmel kan gaan op die ritnaald gaan zitten. Atracap is zo'n middel, maar nog niet erkend in België, zijn ze wel mee bezig. Lalgard is wel erkend in België, maar nog niet in aardappel, wordt wel vaker wel in potgrond bijvoorbeeld ook toegepast. Ook Terkol is een middel die in Nederland op de markt is, vooral een geurbarrière maken. Je hebt ook al producten gehad met look, dat is er nu eentje met pepermunt om eigenlijk die ritnaalden gewoon af te stoten, zijn niet afdoend. Dit was in een drafje dan de ritnaalden. En om helemaal deze voormiddag af te sluiten, nog heel eventjes over de nematoden, de aaltjes. Ook die zijn niet weg. We hadden vroeger daar heel veel meer problemen mee met die aardappelcystenaaltjes, zolang dat we nog massaal bintjes teelden. Dat is ook een van de redenen waarom dat we bintjes grotendeels hebben verlaten en naar een fontane zijn geweest, omdat die wel goed resistent was tegen het meest voorkomende cystenaaltje. Dus het blijft een thema waar dat PCA en Inagro rond blijven werken. Er lopen ook twee projecten momenteel, waarbij dat we gaan kijken naar al die nieuwe ontwikkelingen van niet-chemische producten om onze aaltjes te gaan bestrijden. Niet de klassieke, maar ook nog eens kijken hoe het met de populatie aan aaltjes gaat in Vlaanderen. We hebben dat 15 jaar geleden gedaan in een project. Heel veel stalen genomen om te kijken hoe dat de verspreiding zat. En dat willen we nog eens opnieuw gaan doen. Nematoden, allemaal beestjes, dat is eigenlijk een heel grote verzamelnaam. En het is altijd van belang, als je een vermoeden hebt dat je hebt een valplek of je ziet dat er een plaats is die niet zo goed groeit en je denkt, misschien zitten hier wel aaltjes in mijn bodem, dan ga je altijd toch moeten een grondstaal nemen en dat binnenbrengen in een labo. Die kan kijken of dat er aaltjes in je grond zitten. Maar je moet wel weten over welke soort dat het gaat. We kunnen ze een beetje in drie groepen indelen. Ik ga het hier straks vooral over die cystenaaltjes hebben. Maar ook die wortelknobbelaaltjes, die zijn niet zo fijn om in je bodem te hebben. Ook niet al deze vrij levende en wortellezie aaltjes. Wat is het grote verschil? Aardappelcystenaaltjes die doen enkel schade in aardappelen. De enige waardplant, ze doen enkel schade op aardappelen en ze gaan zich enkel vermenigvuldigen op aardappelen. Al die andere soorten, die hebben meerdere waardplanten. Dat maakt het ook moeilijker om ze te gaan beheersen. Dus heel kort, die wortelknobbelaaltjes, dat ziet er zo uit qua symptoom. Dus een heel veel knobbeltjes op je knol, als je die doorsnijdt, dan zie je zo allemaal van die kleine bruine puntjes. De Latijnse naam of wetenschappelijke naam, dat is de melodogine. En het heel vervelende is dat er daar ook quarantaineorganismen tussen zitten. Dus wortelknobbelaaltjes, die kan je nog eens opsplitsen in allemaal verschillende soorten.
En twee daarvan, het maiswortelknobbelaaltje en het bedriegelijk maiswortelknobbelaaltje, dat zijn quarantaineorganismen. Heb je die op je perceel, worden die gevonden, dan heb je heel wat beperkingen, heel wat zaken dat je niet meer mag gaan doen op je perceel. Maar het is heel vervelend om die aan te pakken, een brede waaier van waardplanten. Waar verwijzen wij dan graag naar en wat gebruiken wij ook? Deze website, aaltjeschema.nl. Daar kan je zelf gaan ingeven. Als je een analyse hebt, dan zie je daarop staan welke aaltjes dat er allemaal in je bodem aanwezig zijn. Dan kan je die gaan ingeven in het programma. Ik heb hier nu die soorten Melodogynes ingegeven. En je kan aangeven welke teelten je op je bedrijf hebt of welke teelten dat je ziet zitten om nog te telen. Ook een hele race van groenbedekkers staan er daar ook tussen. En per combinatie, dus we zien hier aardappel en Melodogynes Sheet Woody, drie bolletjes. Dan gaan we naar de legende, dat wil zeggen, als je aardappelen gaat telen op dat perceel en er zit van die Melodogynes Sheet Woody in je aardappelperceel, gaat die vermeerdering, gaan er heel veel van die aaltjes bij komen. Plus, het is donkerpaars, aardappelen zien heel zwaar af op zo'n perceel. Dus je gaat geen goede opbrengst hebben. En zo kan je per teelt, per aaltje gaan kijken wat het gevolg is. Dus je ziet wel dat het heel belangrijk is, en al de kleuren en bolletjes, dat je echt wel weet over welk soort aaltje het gaat. En eigenlijk hetzelfde beetje voor die vrij levende wortelaaltjes en wortellazy-aaltjes, die komen meer voor op de lichtere gronden. Dus typisch van die valplekken ook, die stukken die echt moeilijk groeien, die slecht boven komen. Vaak de koppakker die dat wel goed staat, want die aaltjes zitten graag waar dat de structuur goed is, en dan minder graag in die koppakker. Slechte opkomst, dus de stengeltjes, de kiemen die afgebroken worden door de aaltjes. Ook terug, weet je dat je zo'n aaltje in je perceel hebt? Dat zijn hier andere namen dus. Terug ingeven, je teelten ingeven en je kan echt zelf de puzzel maken. Wat is nog nuttig om als teelt te gaan telen op een aangetast perceel? Dan de grote groep of specifieke aardappelcystenaaltjes. Dus de bieten hebben er specifieke bietencystenaaltjes. Aardappelen hebben dat ook. Bij opkomst zelf ga je vaak nog geen problemen zien, maar wel een keer wanneer dat de aardappel normaal zou besluiten in de rij, dan zie je dat er hier een plek is. Ze zijn allemaal mooi bovengekomen, maar ze blijven achter. Dat wortelstelsel is verkeerdelijk ontwikkeld. Hij heeft te veel last gehad van de cystenaaltjes. Dat is zo'n bolletje. Een beetje een zandkorrel kan je gaan verwarren. Periode van juni kan je die wel zien zitten. Heel kort om de cyclus een beetje te duiden. Dus zo'n cyste, dat je kan zien, zo'n zandkorrel precies, dat je kan zien, dat is eigenlijk het overblijfsel van een dood vrouwtje. In zo'n cyste zitten er heel veel eitjes. Die eitjes gaan zich al ontwikkelen naar juvenielen, noemen we dat, kleine larvekes. En als er dan een aardappelplant in de buurt staat, een nieuwe teelt of aardappelopslag, dan gaat die wortel, de wortel van uw aardappelplant een stof afgeven en die cysten gaan openbreken en die larven, die juvenielen, gaan binnengaan in jouw aardappelwortel. De wortel van uw aardappel, die gaan daarin en gaan groeien en groeien, die larvekes. En die gaan zich opsplitsen in mannetjes en vrouwtjes. De mannetjes gaan terug in de grond gaan kruipen, gaan uit de stengel weggaan. Het vrouwtje wordt dikker en dikker. Komt half uit die stengel, het mannetje gaat die bevruchten en zo ontstaan er nieuwe eitjes of eitjes in dat nieuwe vrouwtje. Dat vrouwtje sterft ook af en wordt zo een cyste dat dan voor heel veel jaren in de bodem kan blijven overwinteren of blijven zitten. Ook daarin, in die cysteaaltjes, heb je weer verschillende soorten. Eigenlijk twee grote groepen. Je hebt de Globodera rostogensis en de Globodera pallida. Dus dat zijn twee grote groepen aan cystenaaltjes. En daarin heb je dan nog een keer patotypes worden genoemd, ondergroepen, ondersoorten. Globodera rostogensis type 1, type 2, 3 tot en met 4. Hetzelfde voor de pallida. En ook nu is het echt wel van belang dat je weet, je kunt misschien de cysten hebben zien zitten, maar daaraan kan je niet zien of dat een rostogensis is of een pallida. En toch is dat echt wel van groot belang, want er zijn rasverschillen. Dus wat we met al die andere aaltjes van daarnet, dat ik dat schema heb getoond, hebben we geen rasresistenties, maar we hebben dat wel bij de cystenaaltjes. Dat maakt dat we toch wel redelijk eenvoudig iets kunnen doen aan een besmetting. Wat wil dat nu zeggen? Een resistent ras gaan telen. Dus wij hadden, of we hebben in Vlaanderen vooral aantasting van het rostogensis aaltje. En daaraan is onze fontane resistent. Wat wil dat zeggen dat hij resistent is? Hij gaat zorgen dat er geen verdere vermeerdering niet meer is. Integendeel, het aantal van die aaltjes in de grond zal zelfs afnemen. Dus
je kan eigenlijk actief aan een afname gaan zorgen terwijl je toch nog een aardappel teelt kan gaan verbouwen. Maar Fontane is resistent tegen de rostogensis van daarnet. Fontane is resistent tegen rostogensis, maar niet tegen Pallida. Hebben we Pallida in de grond, dan gaan we vaak bijvoorbeeld naar een innovator moeten teruggrijpen. Je moet het dus weten over welke soort het gaat. Je hebt ook nog zoiets als tolerantie, dat is nog iets anders. Een resistent ras zoals een Fontane is niet altijd tolerant. Dus als je heel zware besmetting hebt van die cystenaaltjes in je perceel, dan kan je wel een Fontane gaan telen en het aantal aaltjes zal afnemen, maar Fontane gaat daar ook wel last van hebben. Al die larvekes die daar aan die wortel zitten te prikken en naar binnen komen, dat heeft die Fontane ook niet graag. Ze zullen wel afsterven daarna, die juvenielen, die larven, maar Fontane gaat daar ook last van hebben. Is dus niet altijd even tolerant. Wat is de wetgeving rond de Globodera? Tot 10, 15 jaar geleden was er een meldingsplicht. Dus als je aardappelcystenaaltjes in de percelen had, dan moest je dat ook melden aan de overheid. Er is geen individuele meldingsplicht niet meer, omdat het ook redelijk wijdverspreid zat. Als je aaltjes hebt, cystenaaltjes hebt op je perceel, dan ben je wel verplicht om een resistent ras te gaan telen, eventueel in combinatie met een granulaat, maar ik denk dat dat ook een heel evidente keuze is, dat je dan voor een resistent ras moet gaan. Weet, voor pootgoedteelt, voor gecertificeerd pootgoed, moet elk perceel gecontroleerd worden, elk jaar opnieuw, of dat het vrij is van de cystenaaltjes, anders moet je geen gecertificeerde pootgoedteelt gaan telen op dat perceel. De rotatie, consumptie 1 op 3, pootgoed 1 op 4, dat is echt om te zorgen dat er genoeg voldoende jaren zonder aardappelen zitten in uw vruchtwisseling, dat de aaltjen, telkens als er geen aardappelen staan, toch een stukje kan teruggedrongen worden. Ja, dat is die monitoring van 2008-2009, dus we hadden vooral met rostogensis te maken en minder met de pallida. Weet dat er soms ook wel wat mengbesmettingen zitten. En we willen graag opnieuw een keer die percelen van toen gaan bemonsteren om te kijken hoe dat het nu met de huidige besmetting zit na het teelten van de resistente rassen en na andere maatregelen. Als je dan aaltjes in je grond hebt, je hebt een analyse en je zit ermee, wat kan je dan doen? Er is een mogelijkheid nog altijd van een chemische bestrijding, maar die wordt steeds maar beperkter. Dus de nematoren die werkt tegen de ritnaalden, werkt ook tegen de aaltjes. Eigenlijk op de erkenning staat er enkel tegen de aardappelcystenaaltjes, maar het werkt ook wel tegen andere soorten. En we hebben de Velum Prime, dat is vloeibaar. Dus we zijn altijd granulaten gewend geweest. De Velum Prime is ook eenmalig bij planten of kort voor planten gaan te sproeien. Weet dat we geen Vidate en dat we geen Mocap niet meer hebben. Dus dat waren toch twee standaarden, dus die zijn ook uit de markt. Dus het is niet slecht om ook eens te kijken, wat zijn er nog andere mogelijkheden? Ja, ik heb hier de bodemontsmetting nog bijgezet, dat is ook nog altijd een optie. Dan ga je echt al je bodeminsecten gaan afdoden, maar weet dat je dat ene keer doet en dat ook nooit 100% is. Hè. Je gaat altijd nog een deel van die insecten gaan missen. Dat moet door een erkend en professioneel gebruiker toegepast worden. Je hebt daar heel grote bufferzones in, dus dat is niet zo evident en ook niet zo goedkoop om te gaan uitvoeren. Dus een niet-chemische aanpak, ook daar zijn er zeker mogelijkheden. Alles begint bij je goede bedrijfshygiëne, alles wat dat bodemgebonden is. Hoe minder grond dat er van perceel A naar perceel B blijft hangen aan de tractor, hoe beter om al die insecten of die aaltjes en ritnaalden niet van het ene perceel naar het andere te brengen. Vertrek van gecertificeerd pootgoed, of als je zelf hoeveel pootgoed zet, denk toch eerst een keer na of dat je perceel echt wel vrij is van die aaltjes en je eigen best wil dat je niet, ook die aaltjes niet gaat verspreiden met je hoevenpootgoed. Naar vruchtafwisseling toe maak ik hier al terug het onderscheid, zijn het cystenaaltjes of zijn het van die andere groepen aaltjes, die wortellesieaaltjes bijvoorbeeld. Als cystenaaltjes zijn, dan kan je echt naar die aardappelteelt gaan kijken. Hoe langer je vruchtwisseling, hoe meer dat die aaltjes zullen sterven elk jaar. Dus per jaar zonder aardappelen en zonder aardappelopslag gaat het aantal cystenaaltjes met 20-35% eigenlijk vanzelf gaan dalen. Voor andere aaltjes is het niet enkel genoeg om te kijken naar zet ik 1 op 3 of 1 op 4 mijn aardappel. Nee, dan moet je ook naar die tussenteelten gaan kijken of dat er daar ook geen waardplanten gaan tussen zitten.
Dus maar vermijd zeker aardappelopslag. Hé. Je kunt zo 1 op 5, 1 op 6 gaan beginnen aardappelen telen. Maar als in tussentijd tussen de bieten, tussen de maïs, als er daar ook iedere keer veel aardappelopslag zit, dan hou je die populatie aaltjes ook steeds maar in stand. Een rassenkeuze is weer iets dat je bij de cisternaaltjes kunt toepassen, daar heb ik al over gehad. Dus een bintje kreeg hier een 1, dat wil zeggen geen resistentie. Terwijl een fontaan hier onderaan kreeg een 9 voor de rostogensis type 1, is 100% resistent dus eigenlijk. Een innovator is daar resistent, een 8 en een 9 tegen de pallidus. Dus informeer u altijd een nieuw ras, welke resistenties bevatten die. Gaan we naar de andere aaltjes kijken, dan gaan we naar de teeltkeuze moeten kijken. Daar zijn er geen resistente rassen, geen resistente aardappelrassen in. Dan moeten we echt Hans onze vruchtafwisseling gaan bekijken. Een vanggewas kan je ook gaan telen. Ook die zijn heel specifiek afhankelijk van het aaltje dat je wilt gaan bestreden. Heb je last van het wortel-lazy-aaltje, de penetrans, dan heb je keuze tussen twee soorten vanggewassen. Wat wel vaker eens wordt gedaan zijn Afrikaantjes, die tachetes. De oranje bloemetjes die wel eens in de tuin terug te vinden zijn ook. Een specifieke soort van die Afrikaantjes, die zorgt echt voor een actieve afname. Dus ook mensen met uitgangsmateriaal, zo preteelt en dergelijke plantjes, die, daar zie je wel eens een perceel die volledig met Afrikaantjes is ingezet, ook om, de wortellezieaaltjes tegen te gaan. Weet dat je wel moet in het voorjaar gaan zaaien en lang genoeg aanhouden, dus je bent wel een zomer je perceel kwijt voor een andere teelt. Ook Japanse haver is een mogelijkheid. Die werkt heel goed op de penetrans, maar weet dat hij dat wel juist een ander soort aaltje gaat vermeerderen. Dus als je Japanse haver zet, gaat de populatie aan penetrans, Pratelenius penetrans, naar beneden. Maar heb je ook Melodogyne sheetwoody, een van die wortelknobbelaaltjes in het perceel, dan gaat die populatie juist omhoog gaan, want Japanse haven is een waardplant voor dit aaltje. Dus steeds vertrekken vanuit een analyse. Tegen cisternaaltjes hebben we dan een andere soorten van vanggewassen, bijvoorbeeld raketblad. Het bloemetje ziet er alvast uit als een aardappelperceel, het blad ziet er wel helemaal anders uit. De saai na half mei. Daarmee ga je ook die cysten laten openbreken, die larvekes gaan daaruit komen, maar ze gaan uiteindelijk toch geen wortels van een aardappelplant vinden en op die manier gaan afsterven. Dus je moet dat wel dik gaan zaaien en het moet wel voldoende warm zijn. Een andere manier is eigenlijk een aardappel gaan planten om ze te gaan lokken, maar dat is dan vlakke velds. 9 planten per vierkante meter, dus dat er heel veel wortelstelsel is. En eigenlijk 40 dagen nadat je ze geplant hebt, zouden ze eigenlijk alweer moeten afgedood worden, die aardappelen. Zodanig dat ze toch die cyclus, dat de aaltje zijn cyclus niet kan rondmaken. Dat ze gewoon gelokt worden, dat ze opengaan en dat die juvenielen daarna afsterven. Biofumigatie heb ik het al gehad bij de ritnaalden. Ook dus, dat helpt ook tegen de aaltjes. En dan een laatste mogelijkheid dat je wel eens in Nederland ziet, dat is onder water zetten. Echt je perceel onder water zetten, dan moet je ook al het goede bodemtype daarvoor hebben. Is zeker niet goedkoop, maar zeker met die bloembollenteelt in Nederland wordt dat wel eens vaker gedaan. Nog niet verzadigd met info over aaltjes en nematoden. Kan u zich volledig laten gaan op nematoden.be. Staat alle recente informatie, ook de recente wetgeving, is daarop terug te vinden en heel wat contact. Dat was het van mij betreft.